Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Hier in straat helemaal vandaag met Feiko Bouwman. Hij is architect. Hij heeft een boek geschreven, daar gaan we het straks over hebben. Feiko Bouwman is architect, maar niet in de Big City, maar in Australië. En hij is op 6-7-jarige leeftijd ongeveer is hij naar Australië geëmigreerd. Ja. Dus, en jij spreekt nog wel Gronings? Ik spreek en Nederlands. Een klein beetje. Ik spreek Nederlands, ik versta Gronings. Ja, maar, dat doe je allemaal. Maar ik ben eigenlijk een Australiër. Je bent Australië. Ja. Jij bent ook architect. Bent een Australisch architect. Ja, Australisch Gronings architect. Ja. Wat ben jij nou? Wat, als jij hier nou zo loopt in de Heerstraat, ben jij dan een Australische Groninger of een Groningse Australiër? De eerste, Australisch Groninger. Ja? Ja. Jij bent een Australische Groninger. Ja, ik voel me Australisch. Ja. En als ik hier ben, dan ben ik ook Groningse. Ja. Ja. Dat ben jij. Ja. Ja. Jij bent een geboren stadje, hè? Ja. Geboren in de Brugstraat. Brugstraat, ja, boven die winkels in de, tegenover het scheepvaartmuseum. Ja, ja. Daar heb je zo'n galerij. Hoe noem je dat? Ja, dan noem je de galerij. Daar boven nummer 19A. Winkelgalerij. Winkelgalerij. Ja. Ja. En daarboven, dat is jouw geboortehuis. Ja, dat is de enige plek waar ik heb gewoond. Daar ben je geboren? Een jaar of 7. In 44? Ja, 44 geboren. Je bent in 44 geboren. Ja. En als heel jonge jongen dus naar Australië gegaan, hè? Nog niet 8. Nee. Nee. Ja. Hey, ik weet niet of jij dat programma kent op de Nederlandse televisie, wat op dit moment zo populair is. Dat is het programma Ik Vertrek. Ik heb er nu van gehoord, maar nooit eerder. Nee. Dus ik ken het niet. Nee, jij kent het niet. Nee. Maar Ik Vertrek, dat is dus zeg maar een programma. Dan gaan mensen vanuit alles wat ze hebben, gaan ze naar een ander land. Ja, dat was ons. Ja. Ja. De hele Bouwman-familie gingen. Ja. Mijn vader was een van 5 kinderen. Ja. Ze gingen er allemaal heen, de Bouwmans. Ze hadden vroeger een kwekerij achter de begraafplaats, de begraafplaats. Jouw vader was kweker? Vongers. Hij was kweker. Achter Vongers? Achter Vongers. Heeft mijn vader nog gewerkt bij Vongers? Ja, in de Vongerslaan. Vongerslaan, ja, ik weet het. Nu Vongerspad, maar waarom weet ik niet. Ja, hè? Vongerslaan. Vongers. Henk, weet je dat nou, Henk? Die Vongers fietsen. Ja, hoor. Rijdt veilig, rijdt Vongers. En? Ja? Nou, en twee van die fietsen, die gingen met ons naar Australië toe. Weet je iets? Huh? Hoe kan dat? Wat kun je doen, Bos Henk? Oké. Okay. Die lange afstandslopen. Oh ja? Ja, marathon. Goeie? Ja, hele goeie. Oké. Okay. Dus die fietsen, die kwamen ook mee. Met ons, ja. Die fietsen. Ja, die fietsen. Van Vongers. Ja, denk ik wel. Misschien had mijn vader die ze nog wel verkocht. Oh ja? Ja, maar zo. Waar had hij dan? Nou, die werkte bij Vongers als procuratiehouder. Oké. Henk, ken je dat nog? Procuratiehouder? Was Nederland? Ja, precies. Maar daar direct achter was de kwekerij. Ja. En toen was dat een beetje het eindramp van de stad. Ja. Dat was nog niet. Het was geen flatgebouw. Dat herinner jij dus nog? Ja, maar daarachter het begraafplaats. Ja. Dat was een plas water. Daar heb ik leren schaatsen. Ja, misschien weet je dat. Ja, dat weet ik wel. Want natuurlijk weet ik dat nog wel. Ja. Dat er een plaats water achter Vongers was. Ja. Maar dat was de ramp van de stad, hè? En maar Feiko, ja. ik had het net even over dat programma. Hè. Ik Vertrek, hè? Ja. Wat jij dus niet kent. Maar wat wel een beetje overeenstemming heeft met een beetje overeenkomt. Jullie hebben ook die ups en die downs toch meegemaakt? Ja, nou zeker. Dat ging niet allemaal op. Nee, het ging niet allemaal leuk. Helemaal niet. Jouw ouders zijn ook wel voor verrassing komen te staan, denk ik. Nou. Erg verrassend. Ja. Ze hadden het nooit gedacht. Je moet niet vergeten, het was
6 weken op de boot. Ja. En door het Panama Kanaal heen. En elke dag was het de zee. Ja. Wanneer komen we aan? Kun je een beetje volgen, Henk, dit gesprek met Feiko? Hij spreekt te goed Nederlands, ja, hè? Ja, dat gaat wel. Hè? Gaat wel. Ja. Maar ik spreek het eenmaal per jaar zo'n beetje. Ja. Want in thuis spreek ik het Noord. Ik heb drie kinderen, die zijn allemaal Australisch. Ja. Nou, waarom zou ik Nederlands spreken? Hé, Feiko, kijk, dat architect zijn, daar heb jij in Australië helemaal in bewezen. Ja. Hè? Jij bent een gerenommeerd architect die ook prijzen heeft gewonnen, toch? Ja, ja. In Australië? Ja. Maar ooit had jij de wens, want daarom loop jij natuurlijk nu naast mij en daarom ben jij ook een aantal weken weer in Groningen. Jij hebt een boek geschreven en dat was altijd een wens van jou, hè? Het was een wens van mij. Het is in Engels geschreven. Je hebt het in Engels geschreven? Dat is eigenlijk mijn taal. Ja. En dat is vertaald, of ik heb hulp gehad van Harry Nieuw. De zanger uit Middelsom, ja. En ook nog Herman Grimme. Herman Grimme ken ik ook. Ja, zanger, ja. Ik weet je Herman Grimme, hè? Voor Jazzpolitie. Oh ja? Ja, tuurlijk, Herman. Okay. Dat is ook een hele goede muzikant. Ik weet het. En Harry ook. Dat weet ik. Ja. Dus die hebben jou geholpen met het... Zij hebben het vertaald, hoor. Ja. 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 Ik zeg, je moet het met ritme doen. Je moet het met een beetje eigenzinnig taal vertalen enzovoort. Ja, 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 ja. Dus dat hebben ze gedaan. Maar dat boek van jou, hè? Dus zeg even, kijk eens hoe het boek heet. Nou, het boek heet Omgekeerde Wereld. Omgekeerde Wereld. Ja, een wanordelijke chroniek. En hoe heet dat boek in het Engels dan? Nou, heel anders. Ja. Urban Peasant. Ja, precies. Ja. En wat betekent dat? Dat kun je niet vertalen. Nee. Dus daarom, iedereen zoekt voor een titel. Ja. Dat een beetje, nou, past. Hey, maar die omgekeerde wereld, hè? Zijn het jouw memoires? Wat is voor boek? Ja, het is memoires, maar het is ook een beetje emigratiestory. Ja. Gaan we erheen? Mijn leven daar, wat er allemaal gebeurt, ja, met architect enzovoort en opvoeding. En dan weer terug naar Groningen, ja, als volwassen. Hè? En even bekijken, wat hebben ze hier gedaan? Ja. Maar ik heb natuurlijk keurig een pdfje, zoals ze het noemen, van de uitgever Van Gorkum, hè? Ja. Je hebt Van Gorkum in de uitgever, geeft hem uit, Ingrid Oldehoff. Dat is het, ja, Ingrid. Ja. Ja, dat is dan degene die regelt dat je dat allemaal kunt en mag lezen voor die tijd. Ja. Ik heb natuurlijk een paar stukjes wel van gelezen. Nou. Maar het is een onderhoudend boek. Hoe zou jij het boek zelf omschrijven? Ik zou het niet kunnen maar zeggen. Er zit van alles in. Er is ook humor alles... in, toch? Hè? Nou, dat dacht ik wel. Dacht ik ook, dacht ja. Dat ook? Nee, nou, dat vind ik heel belangrijk. Als jij het vindt, dan moet het zo zijn. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. En er wordt ook gesproken over jou qua jongenstreken. Ja. Toch? Nou, dat hoort er toch bij. Ja, dat hoort er allemaal bij, ja. En daar wordt, weet je wat er ook over gesproken wordt? Dat sprak mij ook wel aan. Over de 60's. Oh ja, de 60's. De 60's. Ja, de 60's, ja, en de jaren 60 in Australië. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, het was overal de wereld over, hè? Ja. De 60's is de 60's. En, nou, Groningen is een beetje de hoofdstad van de 60's, hè? Ja. Al die dinosaurs die wonen hier nog. Ja. Ja. Nou, zoals jou. Ja, nee, ik ben jong van. Ja, ik ben natuurlijk jong uit de 60's, Henk ook. Ja, natuurlijk. Ja, wij hebben de 60's. Als je niet in de 60's hebt gewoond, nou, dan heb je iets gemist. Ja, hè? Maar denk jij dat jij, als je het vergelijkt met jouw 60's in Australië en jouw 60's. Het was heel anders. Ja, mijn 60's niet in Groningen. Nou, nee. Wat is dan, denk jij, het verschil geweest? Het verschil is, de 60's waren eigenlijk, zoals ik erover denk, Engelstalig. Ja, ja. Daarom. Ja. Is het meer, de 60's is meer Engels. En dan later kwamen er anderen erbij, zoals Nederlanders. Maar de 60's is toch Engels. Huh? Ik of niet? Ja, nee, de 60's is Engels. Ja, dat is het verschil. Hey, weet je wat ik ook heel bijzonder vind? En dat sprak mij ook heel erg aan, omdat ik hem heel goed ken. En omdat ik zelf eigenlijk ook een fan van hem ben. Maar jij bent ook fan van Bert Hadders en de Nozems, hè? Ja, natuurlijk. Jij draait de muziek. Hij draait ik de muziek, draai van de muziek in van... Australië. Ja, dat doe ik. Ja, wat vind je zo mooi aan die muziek van Bert? Omdat het Gronings is. Ja, ja. Daarom. Ja, 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 ja. Daarom. En daarom ook met Harry. Ja. He? Het zijn... En het is alleen maar in de laatste 5 of 6 jaar. Ja. Heb ik dat ontdekt.
Dan dacht ik, nou dat kan je met het internet. Nou, doe je gewoon de radio eraan. Hè? Ja, ja, dan heb je Bert Harris erop. Ja, schitterend toch? En Henk Scholten. Ja, Henk Scholten. Ja. Nou, luisterde ik even naar Henk Scholten. Prachtig. Twee deuntjes. Ja, deuntjes. Ja, ja, dat doe ik. Twee deuntjes van Einstein. Ja. En dan heb je dus wat jij net zegt. Harry Niehoff. Ook een jongen die in Groningen zingt. Ja, en Bert Harris ook. Precies. Het zijn creatieve jongens. Hè? En nou, daarom zoek ik ze op. Hè? Creatief moet je hebben. Ze zijn echt creatief die. Ja. Hey, dit laatste stukje van Herenstraat helemaal, want het gaat voorbij zonder dat je door hebt. Want ik bedoel, ik zit natuurlijk ook helemaal in dat gesprek, Henk. Hè? Dat zie je wel, ik glijd er gewoon doorheen. Maar ik wilde jou toch nog even iets over dat boek vragen. Hè? Ja, en dat boek het eerste boek krijgt Henk Scholten. Ja, het eerste boek krijgt Henk Scholten dus. Ja. De man die... The godfather of Groningen cultuur. Ja. Gronings, ja. Henk, ja, dat vind ik heel mooi dat je dat, de eerste exemplaar aan Henk geeft. Ja. Dat is dus 25 oktober, dus, is dus dinsdag 25 oktober. Dat klopt. In Huis de Beurs, hè? Huis de Waarom Beurs? In Huis de Beurs? Omdat Huis de Beurs, ik ga daar elke dag heen. Oh ja? En dan, ja dan met Koen, praat je met Koen. Koen? Ja, hij praat. Koen van hij praat. Ja, natuurlijk. Ja. Dan wil ik weten, wat gebeurt er eigenlijk in de stad? Ja. Dan vraag ik Koen. Ja. Ah, hij weet het. En Hanneke zie je ook, Hanneke Boonstra en Rob. Rob, die wonen, die zijn buurvrouw, buurman. Ja, in Turfvorensstraat. Dat jij hier loopt, heb ik eigenlijk aan Hanneke te danken. Want Hanneke zei, ik ben leuke gast voor jou. Nou, ik hoop dat het zo is. Ik heb Hanneke wel vaker nodig gehad. Ja. Maar nu dus weer. Nou, nee. We zijn zo'n beetje aan het einde, denk ik. Die architecten, denk ik, weet niet of je die weet hoor. Maar ken jij in de Groningse Nederlandse architecten? Ja, ik heb één ontmoet. Dat was Aldo van Eyck. Oh, Aldo van Eyck. Maar dat is ook van de jaren 60. Ja. Hij kwam naar Perth. Ja. Dat is in Australië. Ja, ja. En daar kwam hij heen. En die ken ik. Ik kon hem. Hij is niet dood nu. Ja. Maar toch, die ken ik. Ja. Ja. Hey Henk, Omgekeerde Wereld dus. Omgekeerde zoals ik al gezegd wereld. Heb, zo heet het boek. Omgekeerde Wereld. Hij is met dank aan Herman Grimme en Harry Niehoff. Hey, en wat ook heel mooi is, dat is dat die omgekeerde wereld, dat er dus in Groningen wordt gepresenteerd. Dat moet ook natuurlijk. Ja, hè? Ja. En de bedoeling, dan vraag ik jou om de architecten en zo. Want als ik jou laat kiezen uit architecten, twee architecten uit Groningen, dan weet jij niet. Eigenlijk niet. Nee, maar Henk. Nee. Want Henk had mij een tip gegeven. Die zei, laat hem kiezen uit architect Alberts, die het GasUniegebouw heeft ontworpen. Of Jurjen van der Meer, weet je wel, van de Zwarte Hons. Het zijn twee toparchitecten. Ik weet al waar ik jou uit laat kiezen. Ja. Ik weet, jij gaat altijd die kant op. Ik ben een linkse man. Ik wil die kant op. Maakt dat niet? Nee, dat kan niet. Okay. We blijven altijd dezelfde formule. Nou, jij moet in de camera kijken. Dat jij kiest uit. Een hele zware keuze wordt dit. Jij kiest uit Sydney of Groningen. Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, jij moet. Nee. Beide. Nee, dat kan niet. Ach. Jij moet op dit moment een keuze maken. Jij moet op in de moment, camera blijven kijken. Op het moment. Ja, nee, niet op het moment. Jij kiest uit Sydney. Kies voor wat? Ja, uit Groningen of Sydney? Als het surfing is, dan ga ik in Sydney. Surfing, body surfing. Ja, ja, dat ja. Dat doe ik in Australië. Ja, 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 ja. Maar als ik naar een café wil gaan, dan ga ik hier. Maar jij kiest uit twee steden, Sydney of Groningen? Het lijkt me simpel, die keuze. Wat zou jij zeggen? Nee, jij... Oh, ik zeg... Nou, Feiko Bouwman, nou, een keer weer. Hij kiest uit Sydney of gewoon hoe lang doet deze uitzending? Oh, nee, ik ga naar Sydney. Jij gaat naar Sydney. Oké, okay. Dag hè. Die kan wel. Okay. Dankjewel, Feiko Bouwman, jongens. Bijzondere man. Alleen die keuzes, dat moet er altijd in blijven.